kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Dylan, oftewel de Rotjog. En welkom weer terug bij een nieuwe video van Ark Survival Evolved op mijn kanaal. En jawel, seizoen 2 gaat beginnen. En dat houdt in een heel nieuwe server natuurlijk. Met een hele nieuwe verse start. Want, zoals heel veel van jullie weten, ik speelde sinds kort ook op Dus David Games. Speel ik Ark Survival Evolved. Doe ik daar een serie. En dat doe ik op de DDG server. En dat vond ik hartstikke chill. Het is hartstikke makkelijk, hartstikke fijn dat ik zeg maar daar de server, dat ik daar ook admin ben. Dat maakt het allemaal een stukje fijner voor ons. Om daar natuurlijk te zitten dan op de server van Joost, die af en toe vol is, waar ik dan niet kan joinen. Waardoor ik mijn opname niet kan doen en dat soort fratsen. Dus dan dacht ik nou, het wordt tijd voor seizoen 2. Ik heb wel van seizoen 1 twee mensen alvast meegenomen. Eentje ervan zit links van mij, zag ik net. Dat is, oh, allebei. Dat zijn Timo, hallo. En Kai, heet je? Yes. Yes, in ieder geval, hoi Timo. Hoi. Welkom weer terug. En Kai. Kai is degene die vorige keer in de vorige episode, toen er nog een andere tribe zat. En die had toen zijn baas laten zien. Aardige gozer. Dacht, nou, die nemen we mee naar deze server, op DDG. En nou, vanaf nu gaan we hier verder. Right? Yes, yes. Ja, oké, okay, goed. Yes. In ieder geval, deze server kan je heel makkelijk joinen. Je kan hem heel makkelijk vinden. Het is unofficial server. Zoek je DDG, spatie, ARK, spatie, server. Of community. Nee, DDG, ja. De DDG ARK Community, DDG spatie ARK spatie Community. En het wachtwoord hiervan is DDG 1.3 in hoofdletters. Nou, seizoen 2, we gaan dus helemaal opnieuw beginnen. Dus jongens, waar gaan we mee beginnen? Helaas, paar pindakaas. Het is niet anders, hè? Hout hakken. Ja. Heeft iemand heeft jullie ex of zo al? Ja, alleen die van mij is bijna kapot. Let's go. Heeft iemand van mij een ex? Anders moet ik gaan lopen. Nee, ik moet ook maken. Nou, we gaan lekker met de vuist. Nee, ik doe het wel met de vuist. Nou goed jongens, dan gaan we dus opnieuw. We hebben een hele mooie spot uitgekozen. Hier mooi op een heel mooi eilandje. Mooi aan de rand bij het water. Het ziet er hartstikke tof uit. En ja, we gaan gewoon een nieuw seizoen beginnen. Hopelijk wordt het nogal cool. Ik heb er wel veel zin in, want ja, op een gegeven moment... Als je heel ver bent in ARK, op die server waar we zaten... Op een gegeven moment hadden we het een klein beetje, had ik het wel gehad. Een beetje gezien al van, oké... Okay, ja, we hebben nu al een paar dino's gevangen. Maar ja, hè... Het werd een beetje te veel hetzelfde. Dus ik dacht, nou weet je wat, seizoen 2 hebben we er heel veel zin meer in. En dan kunnen we lekker beginnen opnieuw en we zien het allemaal wel. Oké, okay, maar jongen, het doel van de eerste episode. Wat is ons doel? Overleven, ik word nu al getagd door muggen. Oh, oh nee. Fucking muggen, jongen. Oh jeetje, ik krijg dat ook oh, weer. Oh nee. Timo, niet doodgaan! Timo! Want we hebben nog geen... Oh ja, wat we moeten doen natuurlijk is even een touch huisje bouwen. En dan hebben we in ieder geval iets. Ja, een touch huisje is altijd episode 1. Alleen is een traditie aan het worden, volgens mij. Alleen ja, lekker hoor, level 3. Ik heb alleen die dingen niet geunlocked. Ik heb zeg maar juist wat er in het huisje moet. Oké, dan doe ik heb touch foundation. Touch doorframe, ik doe touch wall dan wel. Heb jij touch door, Timo? Even kijken. Ja. Oké, heb je touch roof? Even kijken, ja. Oké, wat heb je niet wat je van touch moet hebben? Dan heb ik alles van touch. Mooi, dan neem ik de sleeping bag. Toppie. En de hatchet. Ik wel even een bed leren. En ook wel even de campfire. Dat is natuurlijk wel handig, want ik heb natuurlijk nog wel eten. Hebben jullie ook eten nog? Ik heb net heel veel meat, omdat ik dus die kutbeest heb gekillt. Mooi, dat is wel 15 berries. 15 berries, oké. Okay, nee, ik heb wel wat eten, gelukkig. Ik heb slim nagedacht voor de serie begon. Daar dacht ik even goed over na. Dus even kijken, want we hebben nu wel een vet eiland, maar ik zie nergens dino's lopen, Timo. Achterkant, als je naar achter rent. Oh, wacht, is dat wel ja, waar je bij mij bent, moet je deze kant oplopen. Kijk, hier heb ik Dylan nummer 1 al. Oh, en dan ga ik niet vlachten, krijg van wat. Ja, ik heb ook geen zin in. Ik ga lekker beginnen met touch verzamelen en hout verzamelen. Dat soort dingetjes. En ja, helaas, het is altijd episode nummer 1. Episode 1 is altijd een beetje het meest saaie episodeje. Ik kan er ook niks aan doen, het spijt me. Maar ja, seizoen 2.0. Dat gaat allemaal om. Seizoen 2.0 is allemaal een stukje cooler natuurlijk op een server natuurlijk. Die, alleen met Nederlanders, dat is bij Joost natuurlijk, maar... Toch wel voor mij wat chillere server, laat me daarop houden. Ietsje fijner voor mij natuurlijk als DDG zijnde, DDG'er zijnde en de DDG server te spelen. Hopelijk kunnen jullie allemaal naartoe. Ik vind het hartstikke leuk als jullie komen. Maak er gezellig een feestje van, zou ik zeggen, hè? Oké, okay, volgens mij zit die Dillo hier die naast me staat. Ik heb al een kistje. Kist, oh nice. Ik heb nu wel wat thatch, wat wood. Ik ben wel moe aan het worden. Ik ben een campfire bezig. Bam, oké. Okay, ik heb genoeg denk ik voor de doorframe. Haha. Wat heb je allemaal nodig, Timo? Ik heb mijn god geen idee. Hout. Hoe groot wil je het überhaupt doen? Ja, laten we beginnen gewoon met een simpele... 2x2? 2x2 of zo, weet je wel. Dat we in ieder geval iets hebben of wat dan ook. Kunnen we in ieder geval... Nee, doe maar 4x4 gewoon. 4 is maar 4... 2x2 inderdaad, dat is 4 breed. Dik. Kunnen die Dilo wat temmen, maar... Kijk, ik denk dat geen spullen hebben voor hem nog. Zullen we gewoon doodmaken? Ligt een parasauer-ei. Oh. Ja, inderdaad. Zullen we killen? Jo. Let's kill him! Jullie mogen killen, ik ben bang.
Ah! Ben je bang? We mappen elkaar. Oh oh! Pickaxe kapot, pickaxe kapot! Ah, hij rent weg. Oké, okay, hij is dood. Nice. Yes. Hey, nou, ligt kan... een parasauer ei. Wil je met een ei hebben? Kunnen we... Nu kan ik misschien... Nee, je kan altijd gebruiken parasauer ei, toch? Oké, ik heb wat flint verzameld. Dat is mooi. Timo, waar, gaan we, waar wil je beginnen met ons huisje eigenlijk, eerlijk gezegd? Ik denk daar op de hoek. De hoek? Ja, waar we net begonnen, denk ik. Ja, dat is wel de chille plek is. Ja. Doen we dat gewoon eventjes. Even wat fibers weer, jongen. Oh, 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 oh. Al het saaie, huh? Al het saaie van de server moet al gedaan worden hier, weet je wel. Deze bomen zijn weer teruggespand. Dat is snel. Dat is lekker, toch? Paf, 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 thatch. Ik heb er wel zoveel thatch van bij nu ondertussen. Dus ik kom even wat brengen bij jou, Timo. Dan kun jij vast beginnen met het basisdingetje neerzetten. Ja, is goed. Boom shakalaka. Weet je wat we gaan doen, jongens? We gaan de episode wat leuker voor jullie maken. We gaan eventjes een stukje doorspoelen. Dat we ons tetshuisje hebben, want ja, dat is een beetje saai om te zien natuurlijk hoe we dat tetshuisje maken. Dat gaan we doorspoelen en dan gaan we kijken of we daarna gaan doen. Misschien wel beginnen aan de eerste dino of zoals een dillootje of zo. Dus doen we dat wel. We zien jullie zo meteen. Alright, 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 jongens. We zijn weer een heel stuk verder. Tegen ongeveer, nou, wat zou ik zeggen, een kwartiertje geduurd, maar dus het valt wel reuze mee, eerlijk gezegd. Nou, Timo, die heeft dit neergezet. Ik ga even binnen kijken. Nou, niet slecht, Timo. Ah, moet er toch wat? Heb je nog veel over? Valt het wel mee? Valt mee. Oké, okay, nou goed, we hebben besloten om een dier te gaan vangen, want het leek maar leuker voor de eerste episode natuurlijk weer van seizoen 2. En onze keuze is gevallen door Partypoeper. Wat wou je ook weer vangen? Trike. Een trike. Klopt. Oh, ja. Willen jullie Allianz spelen? Ja hoor, maar nog even niet. Even later, oké? Oké, ik kan invite je later, oké? Okay? Is goed. Jojo, kusjes. Ik kom later. Oké. Okay. Nou, dus dat. Alt Alliance heeft gevonden waar we zitten. Dat geeft niet. Maar goed, wat we gaan doen dus is een trike vangen. En Partypoepers zei, waar is een trike? Helemaal beneden. We moeten naar beneden lopen. Oei, ondertussen ben ik level 6 ondertussen al. Dus het gaat wel lekker. Level 6, lekker veel gegatherd. En dat soort fratsen en allemaal bij Timo ingeleverd. Timo, doe jij wel het deurtje dicht? Ja, hij is dicht. Die is dicht. Mooi, oké. Okay. Mooi, ik heb wel water nodig. Ik heb net een waterzak van mezelf gemaakt. Als het goed is. Waterskin, ja, die heb ik. Helemaal top. Dan gaan we weer, jongens. Lekker op avontuur. Nou, in ieder geval, jongens, we zeker even blauw even mogen. Als je het leuk vindt, weer opnieuw gaan beginnen. Op de DDG-server natuurlijk, waar je natuurlijk met mij kan spelen. Makkelijk, want het is natuurlijk de DDG-server. DDG spatie, ARK of unofficial. Wachtwoord is DDG123 in hoofdletters. Het is heel makkelijk te vinden. Weer een naakte man. Holy moly. Ja, dat is weer dezelfde. Oh, hey. Stevo. Jongens, ik kan niet rennen. Ik ga daar knokje als ik ga rennen. Oh, je bent natuurlijk dehydrated ook. Ja. Okay. Ik bijna. Dus ik ga even snel het water in. Als jullie dat niet erg vinden. Dan begin ik vast met Oh, ik moet ook. Ja, iedereen moet, denk ik. Hebben jullie wel waterzakken? Nee. Ik heb er eentje. Ja, we zitten nu toch lang. Oké. Okay. Mooi, ik heb water gedronken weer. Ik ben weer helemaal bij. Woe! Oké, okay. Ja. Een trike. Jij zei dat je een trike gevonden had. Ja. Weggelopen. Ja, volgens mij staat hij hier. Wat is hier? Wij zijn nu op zoek naar jou. Ja. Wij zijn terug waar we net waren, bij die berg. Wel even. Ja, ga daar maar bij die steeg, hoor. Daar zijn wij. Ja, dan kom ik eraan met de trike. Oh, je hebt hem opgeschoten al? Ja, zodat hij achter me aankomt. Waar dan? Boos, hier. Oh, daar is hij. Oh, daar is hij, joh. Oké, okay, we moeten die trike op zijn bek schieten, hè? Ja. Bitch! Oh! 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 Timo. Oké, okay, hij is boos erbij nu. Grijp hem! Hier. Beest. Oh-oh, AD Carry, ik ben AD Carry. Kaiten! Focus. Oh, help! Bob. Yo, ik ging vliegen. Gaat okay. Hij nou dood? Oké, okay, Dillo zit achter me. Hij moet even knock-out gaan, dat beest. Hij rent weg, hij rent weg! Shit. Zit een Dillo achter me aan, help. Hij zit vast! Hij zit vast! Ik kill de Dillo namelijk. Ja! Ja! Hij is knockie. Oké, okay, eens even kijken. Heb jij narco's? Ik heb narco's gevonden. Ik heb er ook wat. Oh, 29 narco's. Ik heb 60. Ik heb ook majo's. Oh, lekker jongens. De eerste episode en we gaan nog voor een trike. Dat is wel lekker. We hebben in ieder geval een trike en in ieder geval een dino. Het ding is, kunnen een van jullie al een trike zadel maken? Er zijn wel 20 voor zijn. Ah, fuck. Maar we kunnen hem in ieder geval gebruiken, dus zo. Ja, voor bescherming dan, hè? Voor bescherming. Ja. Ja, we hebben in ieder geval een dino. Dat is in ieder geval iets. We hebben een dino die we natuurlijk hebben om, die ons gaat helpen. Dus dat is wel tof, want wat voor dino kunnen we nog meer vangen wat wel handig is. Ik denk dat we kunnen rijden. Is een para. Een parasaur, ja, para kan ook, ja. Zit hier een parasaur op het strand? Dan vangen we die gewoon meteen erbij. Dan hebben we een parasaur. Nee, we worden vaak opgejaagd door dilo's en dan 500 meter weg.
Eens even zoeken. Ik zie niks verder. Nee, ik zie nergens een parasaur. Ik zie er een. Waar? Helemaal aan de overkant. Oh mijn god, ik ben jullie door kwijt. Oh, hier loopt er ook een. Wat is hier? What the fuck? Wat? Jij vindt al die beesten. Ik zie het hier met Timo, maar... Kijk, ja, ik ben hem ook al lang kwijt. Zien jullie een PT? Ja? Oh, ik zie hem. Oké, we gaan kijken of we nog een... blijft iemand wel bij de trike? Ja, dan kunnen we zo weer naar terug. Oké, waar dan? Dus daar is die... Oh, nu glitch ik vast. Oké. Lekker hoor. Okay. Daarachter staat er één of zo. Oh, hier eentje. Kijken, ja. Yes, daar is die. Kijk, wat voor level is die dan? Dat is allemaal laag level. Level 5. Oké, yo! 3, 2, 1. Pats! Lach als die nu al in kansjes gaat. Ah, fuck, hij rent! Jongens! Ja. It's a runner! Red hem achterna! Hey, hier staat een bordje. Niet kijken, gewoon schieten. Mispoes, wat is er voor bord? Hoi, ik ben Henk. Hoi, niet Henk. In het water. Niet in het water. Zinkt ie. Tek! Mega piranha bij. Oh man. Oké, ik ga omlopen. Waar is hij? Hij is aan de overkant! Hij is bezig 400 meter van ons vandaan, joh. Oh man, is het dit waard om te blijven chasen? Nee. Hij gaat het water in, hij gaat hier naartoe. Ah, mega piranha. Huh? Waar ben jij dan? Ik ben bij hem. Wow man, dat ding rent voor zijn leven, gek! Je bent ook wel heel gevaarlijk, Ik ga weer terug naar de trike. Echt, helemaal naar de trike. Dit is echt laba, jongen. Het beest rent kilometers ver weg, ouwe. Hier zit er ook nog één. Ik moet even kijken wat er op het bordje stond. Fucking scheidbeest. Hoi, ik ben Henk stond op het bordje. Oh ja, lol. Van wie is dit? Hier zit ook een DDG parasaur. Oké. Ja, maar ze schiet een 14 weer. Hij is level 10. Hij kan van... Nou... Hoe gaan we dit doen? 1, 2, ja. Paf! Paf! Oh, ik miste wel heel erg. Wat? Hij zit vast. Nice. Ik heb alleen geen... stenen meer. Ja! Oh, yes! Haha, we hebben hem down! Nice! Nou, kut! Ik heb die narco's niet meer, die moet ik even halen bij hoe heet die? Timo. Ja, bij Timo. Haal maar gewoon de helft. Timo! I'm coming! Deze trike is onze parasaur aan het verpletteren. Oh, wel chill jongen, dan hebben we gewoon al 2 dinosaurussen in de eerste episode van het tweede seizoen. Dat is een lekkere start, zou ik dan maar zeggen. Let's see, waar ben je? Timo! Wow, yo, dat is wel echt een ver pokkenend, ouwe. Ja, ze dat een aardig stukje lopen. Dat we achter die parasaur achteraan waren. Oké, wacht, ik ben nu bij die trike, Timo. Yeah. Maar als jij daar... Oh, hij is al... Oh, dit gaat heel snel. Als jij daar blijft, Timo... Echt heel snel. Dan blijf ik hier bij de parasaur. Als ik het dillo vind, knal ik hem ook nog neer. Gaat ook zo snel. Ik zie hem Oké, wacht, ik ga... Ik ga narco's even uit hem halen. Een stuk of 30, zo. Oké, ik heb een dodo. Nu al goed. Nice, mooi. Timo, ik ben weer weg. Yo. Yo. We hebben bij de... Die. Parasaur? Nee, Timo blijft bij de waited. Bij de... Oh, trike. Trike, en ik kom naar jou toe. Waar de fuck is het? Waarom lopen hier 3 schildpadden? Oké, ik ben bij een schildpad. Ben je ook bij zo'n aap? Een aap. Ik loop er niet tegenaan. Ik zie je. Ja. Hallo. Hallo. Kijk, ik ben ook aan dodo aan het temmen. Oké, dus we gaan voor de 3 dingen tegelijkertijd. Dat kan. Dodo is al bijna klaar. Dus. Zo jongens, het gaat lekker! 3 dinosaurussen in de eerste episode! Hey jongens, ik heb mijn dillo gevonden! Oh man. Ik ging hier dood nog voor de aflevering en ik heb hem nu weer gevonden. Nice! Oké, jongens, het gaat lekker! In ieder geval jongens, jullie weten hoe het gaat. Elke keer als natuurlijk wij een dinosaurus gaan temmen, duurt het een tijdje. Het gaat natuurlijk eruit knippen, dus we zien jullie zometeen op het puntje dat we hem bijna hebben. Tot zometeen! Alright, we hebben hem bijna! In ieder geval de trike, ik sta hier met Timo. Timo, en nog 1 keer eten denk ik die ze hebben, denk ik, hè? Ja. Oké, nice. Ondertussen is het weer donker. Het heeft een tijdje geduurd, maar we hebben hem bijna. Het is nu donker. En hoe gaat het met de parasaur daar? 1 hapje. Oh, nog 1 hapje. Oh, jongens. Het wordt een double kill. Kom op, trikey. Kom op, jochie. Kom op. We hebben een trike. Waar we niks meer kunnen, want we hebben geen zadel. Maar we hebben in ieder geval een trike. We hebben een parasaur. Nice. De parasaur is binnen. Nou, geef maar een leuke naam, hoor. Wat jij wil, jongen. Ja, ik ben ook heel goed met naam. Para, noem gewoon para. Para de parasaur. Ja hoor! Hoppa. We hebben een trike. Wow! Oké. Nou, hoe gaan we hem noemen? Trike. Hoi. Ja, ik weet het. Vette naam.
Zo, mooi. Nou, we hebben ondertussen een Trijk, een Dillo, die Timo dus al had, blijkbaar. Ja, die stond hierboven nog. Waar gisteren mee doodgegaan. Waar gisteren mee doodgegaan is, Timo. En dan hebben we nog de Para. Kom je hier naartoe? Ja, alleen ik heb ook dodo's en die zijn heel lekker snel. What the fuck? Heb je ook dodo's gevangen ondertussen? Ja. Oké, waar ben je dan? Nog steeds op het strand daar, waar we alles zo... Okay. Ik ben nu bij het bordje Henk. Ik zie je. Nou goed, Timo, als Jans was er vast terugloopt samen met de... Hoe heet het? Ik ben al helemaal meegelopen. Kijk maar achteraan. Kijk maar hoe raar die dodo's aan het zijn. Het ziet er zo schattig uit. Gewoon die twee gezellige kippetjes. Oh, dat noemen ze nog eens een paar dino's in één aflevering. Holy fuck. Oké, nou jongens, Timo ook hier dus. Nou jongens, let's go to the fucking huis, zeg maar. We hebben geen ruimte voor die beesten. 1, 2, 3, 4, 5 dino's in één episode. What the actual fuck gewoon, hè? We kunnen dan een huisje omheen bouwen. Er zit alleen nog geen keten zo in. Kan wel even. Ja, misschien met die wooden railing, weet je wel? Zo'n wooden railing ding. Die heb ik ook gedaan in de DDG-serie. Dat is wel handig. Kan je vandaag kijken even. De DDG-serie staat inderdaad ook. Met zo'n wooden railing eromheen. Wie kan dan een parasaur zadel maken? Nee, iedereen. Ik niet in ieder geval. Niet wacht, ik heb misschien nog wel de engram points. Ook nog niet. Nee, je moet er level 10 voor zijn. Ik ben bijna level 10. Ah joh, ik ben volgens mij het laagste van jullie. Level 13, iemand. Ik ben level 7. Ik ben level 6. Dat is oké. Okay. Nou, het kan allemaal nog de goede kant op gaan. Het kan nog allemaal goed gaan. We hebben tenminste de parasaur op kunnen rijden. Oké. Ik heb geen wijze torch, Timo. Oh ja hoor. Dan ga ik de torchman spelen, dat is toch chill? Lijkt niks meer zien. Ja, ben ik de torchman? Kijk, ik leid de weg. Komt u maar, Timo. Timo, volg mij. Komt u maar. Deze kant op. Ja hoor. Ik moet meer geduld hebben, want die dodo's die zijn... Oh, die zijn echt traag. Nee, waarom vangen ook dodo's? Voor de kibbel. Ja, daar kan je uiteindelijk PTE's mee zetten. Komt u maar. Ja hoor, deze kant op. Rechtdoor, rechts waar die gaat. Helemaal goed. Woep. Je hebt zelf wel een andere fakkel, Timo. Zeg je? Nog een andere fakkel heb, ja. Je hebt wel een andere fakkel. Oh, dat is niet eerlijk, man. Ik is niet eerlijk, man. Nee, geitje. Ga ik even wat extra hout hakken. Zit die vast? Fucking truik zit vast. Paf, hè. Die truik is ook de kast aan de beest. Ah, ik ga even heeft wat iemand nog een lichtje? Op. Ja. Valt hier bijna vanaf. Komt u maar. Deze kant op. Alle twee de dodo. Oh, ja, ze zijn niet zo snel, hè, die beesten. Frodo de dodo en Yolo de dodo. Ze zijn een beetje traag. Ja. Beetje trage beesten. Ik ben Frodo al kwijt, dus. Nee, Frodo loopt achteraan. Ja, die komt alleen niet. Die zit achter de berg vast. Ik ga hem halen. Hé, hey, hier ligt een tasje van iemand. Ik ga hem halen. Hé, hey, iemand ziet ook gegaan. Oh, ik word weer gezien. Iemand ziet ons weer. Zo dan? Komt er aan. Oh, fijn. Dus. Hallo. Frodo de dodo volgt me. Frodo de dodo, volg me. Ja hoor, Frodo. Kom maar, Frodo. Loop eens door, kleine rat. Kom op. Ja hoor, Frodootje. Ben je er bijna? Ja. Yes. Frodo is ook zo snel, hè, Willem? Ja, jongen. Ik heb ook hele grote poten en zo, dat soort dingen. Kom op. Wie zit er weer? Ja, dat weet ik dus ook niet. Ze zitten... stalken of zo. En we zijn er. Nou, kom op, Frodo. Loop het dikke. Kijk, ik laat de pootjes van hem. Kom op, Frodo. Frodo kan niet sneller, dingen. Oh, weer iemand. Valt hij. Oh, nog iemand hier, oh. Oh, jeetje. Oh, hele gangbang, of niet? Yep. Frodo, kom op, doorlopen. Stappen, Frodo. De truck heet fiets. Ja, die heb ik zo genoemd. Frodo, kom op, jongen. Ga hem duwen. Volgens mij... Kom op, Frodo. Maakt allemaal rare geluiden, joh, als ik achter hem loop. Frodootje. Kunnen we Frodo en Dodo ding naar binnen brengen? Frodootje. Ja. Kijk, kunnen ze naar binnen? Kom op, Frodo en Dodo. Oké, iemand moet Yolo één zetje geven. Ja, laat maar. Laat Yolo maar lekker staan buiten. Ze hebben pech. Ja, kom op, Frodo. Kom op. Maak wel goed, klepboekje, joh. Ja, helemaal goed. Goed gedaan, Frodo. Ik ben heel trots op jou. Kijk toch zo boos, man, die Frodo. Moet je kijken. Hij is agressief. Een agressieve dodo. Alright mensen, in ieder geval, dit was weer een nieuwe Ark Survival episode natuurlijk op mijn kanaal. Hopelijk wordt hartstikke leuk dat die Season 2 begonnen is op een nieuwe server, want we wilden gewoon op een nieuwe server spelen. Vinden wij een stukje chiller natuurlijk. Mensen, ik wil jullie bedanken voor het meedoen. Dan mogen jullie zeggen geen probleem of wat dan ook, mag hoor.
Oh ja. Doe ik niet aan. Wat voor domme. In ieder geval, dankjewel voor het meedoen. We zien je graag in de volgende video van Ark Survival Evolved. Doe zeker even een bladduimpje omhoog als je het super leuk vindt. Kan ik jullie helpen met iets? Oh man. Niet mijn outro verpesten. En we zien je graag in de volgende video. Laat het wat ziens en natuurlijk. Peace.